Van alles wat je kunt kiezen, kies jij een kwartet. Ja. Ga dan gelijk voor een gangbang. Kan je vertellen? Het is geweldig. Ons seksleven zat nooit in een sleur. Aan het einde van onze relatie zaten we echt in een sleur. Had je moeite? Ja. Oh, wacht, moet ze dan wel groen tikken? Maar jouw knop is nog uit. Oh. Voilà. Ja, nee, uitjust. Zo. Ons seksleven zat redelijk in een sleur. Wie van ons was het meest vanilla? Nee, ik denk ik. Even niet eens over na te denken. Ik vind ons allebei heel erg hetzelfde daarin. Maar als je zou moeten kiezen. Jij. Boesje. We waren allebei super vanilla. We waren vanilla. Allebei best wel vanilla. Ja. Nou, we begonnen allebei heel vanilla. Toen. Pas vrij snel niet meer zo. Nee. Ik was eigenlijk bijna degene die altijd standjes ging kiezen. What? Nee, daar ben ik het echt niet mee eens. Sowieso geen 50. What the fuck? Wat is het geilste dat we ooit hebben uitgeprobeerd? Oh, de 69, de 69 vond ik wel echt goeie, man. Ik zeg heel eerlijk. Waarom zeg je dat nu? Ja, ik denk dat nu pas aan, toch? Ik zou het zo nog een keer doen. Niet, je toch niet, maar like. Mm-hmm. Ik denk gewoon seks hebben op andere plekken. Ja, dat denk ik ook. Welke waren dat dan? De auto. Overdag op een parkeertrein. Toen die keer dat jij mij vastboelde. Met mijn handboeien en die riem toen. En de blinddoek. En blinddoek. Weet je alles maar voor elkaar. En dat ijskoentje. Nou, dat kan ik jou wel vertellen. Nou, vertel maar, benieuwd. Seks in het Kralingse Bos. Ik was dat al vergeten. En toen had ik volgens mij ook nog truffels gebruikt ook. Wauw. Ja, goed hè. Ik moet hier even dat ik echt denk van... Bij ons was het hele tijd zeg maar wel gewoon nieuwe dingen en al die shit. Maar het was niet één bepaalde gebeurtenis. Nee, dat heb ik ook niet. Vast, behalve dan zeg maar met die auto, maar voor de rest was er gewoon niks. Ja, ik denk het hele inwijden van een hele nieuwe appartement. Ja, volgens mij was een strip al het hoogtepunt. Veel meer keuze hadden we ook niet daarin, denk ik. Zover zijn we gewoon nooit gekomen. Nee. Elke hoek van dat huis. Dat is over dat mijn bed bijna doorzakte. En niet zo heel veel nieuwe dingen uitgeprobeerd, volgens mij. Nee, je hebt me één keer hoofd proberen te geven. Toen hield je ook heel snel op en toen was ik van best geïrriteerd. Zei ik ook van, wat is er? En toen zei jij, nou, ik vind dit heel moeilijk, want er zitten een beetje haartjes. En ik vind het gewoon allemaal heel lastig. Oh. We hebben het geoefend, I guess. We hebben iets uitgeprobeerd, maar okay. Het was, ja... Heftig. Vond je dat we genoeg seks hadden? In het begin wel. Daarna hadden we gewoon niet heel veel seks meer. Maar dat was omdat ik daar geen zin in had. Ja. Jij niet? Nee, ik 100% zeker wel. Ik denk wel, ja. Ik kon altijd meer. Nee, grapje. Hoeveel was het eerste doel? Zo. Maar we zagen elkaar in het begin ook heel veel. Dus toen was het echt wel elke keer als we elkaar zagen, een paar keer. Met die testosteron. Soms was het echt annoying, omdat ik moest gaan werken en jij niet. En dan bleef je gewoon heel de nacht like, doorgaan, maar dan had ik ook zoiets van, ja, stop. Nee, van mij had het al meegemaakt. Geen twijfel aan mogelijk. Soms dacht ik bij mezelf, het mag wel wat minder. Ja. Want dan is het jou gelegen 6 dagen per week of 7 dagen per week. Nou, 7, hallo. Ja, hallo. Jij wilde, bellen, hoor. Jij wilde elke dag, man. Ja. Ja. Wel. Altijd als wij samen waren, vanaf het punt dat we seks gingen hebben, ja, hadden we altijd iets van seks. Want ik weet nog wel de dag dat jij het stopte, dat wist ik het, omdat jij toen in bed zei van, kunnen we ook een keer geen seks hebben? Oh ja, oh ja. En zo begon het. En toen dacht ik, oké, hier is wat aan de hand. Eigenlijk kon het ook niet echt meer of zo. Nou, ik had gekund. Ja, had gekund, maar als we... Was niet nodig, maar had wel... Elke dag? Ja. Jawel. Ik ook wel. Misschien iets te veel. Ja, echt waar? Nee. Hoe vaak hadden wij seks? Ik denk wel 3 keer op een dag of zo. Cool. Gebruikten wij seksspeeltjes? Zo ja, welke? Ik heb buttplug niet op kont. Nee. Nee, grapje. We hadden gewoon touw, handboeien en een riem. Dat was een blinddoek. Ja. Denk ik. Yes. Nee, we waren al au naturel. Ik had het misschien wel leuk gevonden. Ja, ik misschien ook wel. Het is nou niet dat ik denk van, nou, goh. Laten we een dildo gaan gebruiken vandaag, nee. Ik zou volgens mij wel een keertje eentje bestellen of zo, toch? Linda, wou jij niet? Toen niet, dat ik er wel spijt van heb. Ik zei nog, doe, ja. Jesse. Robin dildo. Dobbelstenen. Een zweep, ja. Wat speelde je pas dan? Was volgens mij een of andere dildo of zo, ik weet niet meer. Wilde je meer experimenteren? Niet per se. Nee, ik had er eigenlijk ook echt geen behoefte aan of zo. Ja, ik wilde wel meer experimenteren, ja. Soms. Wat had je dan nog zo graag willen doen? Een kwartet? Nee, toen niet. Nu wel? Nu wel. Maar zoals wat? Ik zou bijvoorbeeld een trio niet uitsluiten, dus niet per se een doel of zo. Van alles wat je kunt kiezen, kies jij een kwartet. Ja. Ga dan gelijk voor een gangbang. Ja, denk het wel. Maar ik weet niet waarom ik dan nooit gevraagd heb of zo. Nou, omdat we gewoon vanilla as fuck waren. Ja, ik wilde ook al meer experimenteren alleen.
op een bepaald oppervlak ook weer niet. Nee, omdat ik vooral wilde experimenteren op jou. Ja, proefkonijn gewoon. Maar volgens mij hebben we alles al gehad. Nee, ik heb zeg maar niet jouw tenen gelikt. Nee. Dan ga ik heb nee, ook niet je boefje niet... Nee. Nou ja, gewoon buttstuff, laat ik het zo zeggen, heel simpel, ja. Ik hoef niet per se kontgat te likken, nee. Vond je ons seksleven nog leuk tegen het eind van onze relatie? Af en toe. Ik vond het soms wel echt triest, je seks, hoor. Is het dat je afscheidsseks? En... Nee, het was niet meer dan dat het was. Ja, toen juist. Toen had ik ineens sesam open nu. Nee. Ik slaap lekker liever een uur langer dan ik een uur wakker lig als een zeester in dat bed, ja. Ja, nee eens. Toen was ik er snap daarmee. Toen kan het wel leuke dingen. Ja, heel de tijd sinds begin tot einde. Het was wel minder. Ja, op het einde was het echt gewoon niet meer bestaande. Het was gewoon seks hebben om seks te hebben. Nee. Want? Ik had gewoon zin in andere dingen. Het is ook een beetje andere guys. Nee. Ik ook niet. Nee. Spanning was er gewoon vanaf. Ik merkte wel dat er iets minder passie was. Ja, precies. Wat zeiden wij tijdens Dirty Talk? Dan moet ik echt diep graven, want we hebben er maar één keer gedaan. Ik ben er echt slecht in. Je wordt gewoon aan het beschrijven wat je aan het doen was. Zwoele, diepe stem. Ja. Ja, hoe dan? Moet ik dat nu gaan doen? Ja, nee. Ja, de vraag is aan jou. Ik kan je niet meer de beginnen. De vraag is aan jou. Koptelefoon mag weggebruikt worden. Ja, ik zei wel vaak, denk ik gewoon fuck of zo. En zo, ik ben nat. Let op met wat je zegt, hè. Daddy. Oké, het was sowieso harder, sneller, meer. Namen bijgebruiken gewoon, zoals een Smouwe of een Lois of... Sst, papa mag je niet. Hé, kom eens hier, jij. Lik me reet. Nee, gadverdamme. Dat doe ik wel. Ik doe het wel. Je doet gelijk helemaal een Vlaams accent aan. Ja. Heb je er ervaring mee? Lik me reet. Oké, nou jullie krijgen 20 seconden van mij om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar jullie seks hebben gehad. In 3, 2, 1... Stijger, bed... Het begint ook met stijger. De keuken, bank, douche, douche, bad. Oh, ik weet niet. Valt toch maar mee? Auto niet. Nee, uiteindelijk niet. Nee, dat was hem eigenlijk wel. Volgens mij ook niet zoveel meer. Nee. Zo spannend zijn we ook niet. Zo spannend was het niet. Dank voor de deelname, dat je konden meedoen en like en subscribe. Ja.